Goeiedag, ik sta hier met Michelle Visser, voorzitter van de Vereniging van Compliance Professionals. Ik heb een paar vragen voor jou. Michelle, kun jij misschien vertellen wat de doelstelling is van deze vereniging? Dat doe ik graag. De vereniging zelf bestaat al sinds 2003. Toentertijd was het echt een meer vakvereniging / voor peers opgericht, zodat kennis met elkaar worden gedeeld. Het vak compliance was in 2003 natuurlijk totaal onbekend en ook nog best een beetje onbemind. Maar goed, 22 jaar later zijn we toch op een punt beland, gezien de omstandigheden, de toename van compliance professionals, maar ook de toename van wet en regelgeving op allerlei fronten, dat er een stuk belangenbehartiging nodig is. Dus afgelopen jaar hebben wij de strategie herschreven met input van een heleboel stakeholders en experts uit de sector en ook uit allerlei sectoren eigenlijk. En gaan wij toegroeien naar een vakvereniging die een focus heeft eigenlijk, of die er is voor professionals met een focus op compliance, ethiek en integriteit. Dus niet meer alleen op de compliance officers, want wij heten vroeger inderdaad Vereniging van Compliance Officers, maar inmiddels compliance professionals gericht op die drie vakgebieden en sectoroverschrijdend. Hè? Dus het klassieke financiële sector, compliance officer, dat gaat eruit. We gaan ons richten gewoon op het vakgebied. En hoor ik jou dan ook zeggen dat het vak verschuift naar meer gedrag, integriteit, cultuur, dat soort zaken, in plaats van puur voldoen aan wet en regelgeving? Ligt daar de uitdaging voor de komende jaren? Daar ligt zeker een stuk uitdaging voor de komende jaren, waarbij ik wel moet zeggen dat minimum standards eigenlijk altijd nodig zijn. Wat mooi zou zijn is dat los van het feit dat er dus in gedrag en cultuur toch nog een soort van shift plaatsvindt, de processen die er al zijn veel meer worden ondersteund door technologie. En daar gaat natuurlijk ook het evenement van vandaag over, RegTech. Er zijn in het verleden een heleboel pleisters geplakt om een bepaald probleem op te lossen. En durf maar die enorme bergen pleisters eraf te trekken, de wond open te leggen. En dan ook met behulp van technologie en meer praktische benaderingen die nieuwe compliance organisaties in te richten. En daar heb je dus ook een bepaald cultuur en gedrag bij nodig. Zeker. En ook een bepaald type mensen. Als ik aan compliance denk, dan denk ik dat zijn vooral de alfa's. En technologie zit wat meer bij de beta's. Hoe valt dat te combineren? Ja, dat is een leuke vraag. Zoals we inderdaad de hele middag ook al uit verschillende hoeken deze uitdaging eigenlijk hebben besproken, is het samenwerken op deze thema's gewoon cruciaal. En het begrijpen van elkaar, waar hebben we het nou eigenlijk over? Hè? Stellingen als moet een compliance professional nou die technologie begrijpen om RegTech toe te kunnen passen? Daar zit toch een hele lichte ja in, maar je hoeft natuurlijk niet die IT-specialist te worden. En andersom zie je natuurlijk heel veel IT-specialisten die nu worden getraind van wat is dat dan compliance om de juiste regels, de juiste systemen op de juiste manier in te kunnen richten. Dus ook hier, het is niet meer de compliance officer, maar het gaat om het team wat de compliance toepast. Exact. Oké. Laatste vraag. Jullie hebben recent een award gewonnen. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Kun je misschien uitleggen waarvoor jullie hem hebben gewonnen? Nou, dat vind ik ook een hele leuke vraag zelfs. Heel graag. Wij zijn genomineerd omdat wij, ik gaf je net aan, de vereniging bestond al in 2003. Daar is zeker een heleboel kennis gedeeld met elkaar. Maar we waren toe aan de volgende stap. Zoals iemand ooit zei, we willen geen padvindersvereniging meer zijn. Maar we willen gewoon toe naar een serieuze beroepsvereniging die ook door andere stakeholders, maar ook andere partijen wordt gezien als volwaardige sparringspartner. Daar is heel veel voor nodig. Daar is een code voor nodig, een register. En zo meer. Daarvoor hebben we ook in de organisatie allerlei stappen genomen. Er komt binnenkort een taskforce samen die samengesteld is door echt experts uit verschillende sectoren. De kennistafels worden uitgebreid. En eigenlijk met dat plan dat we hadden vorig jaar al en de stappen die we namen, waren we genomineerd. En we waren natuurlijk ontzettend trots ook dat we uiteindelijk hem hebben gewonnen. Dus. Nou, nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. En succes met de verdere ontwikkeling naar een beroepsvereniging. Dankjewel.